Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het is toch tamelijk bewolkt boven Nederland en op veel plaatsen is het vanochtend nevelig. Later breekt de zon af en toe door en ook in het noordwesten van het land zien we momenteel al af en toe het wolkendek breken. Het is in de ochtend nog wel koud met temperaturen van 3 tot 5 graden en de wind die trekt wel aan in de loop van de ochtend wordt bovenland matig en aan zee vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en in het noorden van het land kan het toch nog wel echt lang grijs blijven. Het wordt 6 tot 8 graden en de wind die trekt wat verder aan en wordt dan krachtig aan zee. Maar vanavond, wanneer de regenstoring volgt, trekt de wind nog harder aan en wordt mogelijk in het noordwestelijke kustgebied stormachtig met kans op zware windstoten. Het wordt vandaag ongeveer 5 tot 8 graden. Morgen is het dan overdag snel droog en breekt ook af en toe de zon door. Maar later op de dag volgt een nieuwe storing en gaat het opnieuw regenen. De wind is dan inmiddels naar het westen gedraaid, waarmee zachte lucht wordt aangevoerd en het wordt dan 8 of 9 graden. Ook al bij de Kerstdagen is het wisselvallig en met name op tweede Kerstdag kan het ochtends toch nog flink doorregenen. En let ook vooral op de temperatuur: dubbele cijfers met 11 of 12 graden in de middag. Dus aan de zee kan het soms stevig waaien, maar na de Kerst dan wordt het alweer snel rustiger. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.